jongen. Take two. Alright. Hallo iedereen, welkom op mijn YouTube kanaal. En ik heb vandaag bij mij... zitten. Myself. Zo, dan ga je hier al direct beginnen met een dikke nek. Ik zie het al zo. Stel jezelf eens even voor, Sitze. Alright. Ik ben Sitze. Ik heb nu mijn eigen muziek gemaakt onlangs. En we hebben een videoclip geshoot met Shawnee. En ik heb meegedaan aan The Voice 2 jaar geleden. 2 jaar, zoiets. Ja, vorig seizoen. Vorig seizoen. Dat is wel ondertussen al 2 jaar geleden. Ja, zoiets. I'm ready to take over the world met mijn muziek. Zo, so, de confidence. Goed. I get it. Sitze heeft inderdaad een videoclip opgenomen. Dat is een nieuwe song, moet je zeker opzoeken. Hashtag taken by the tides. En ja, we hebben... ik moet zelf ook soms nadenken, what the fuck. Dus we hebben op Instagram, op Sitze Artist, zeker ook volgen. Komt hieronder nu, at Sitze. At Sitze Artist. We hebben wat vragen gesteld. Die jullie wel weten over de videoclip of over Sitze zelf. En die gaan we dus nu stellen en oplossen. Alright. We hebben er de belangrijkste vragen uitgenomen, want er waren er wel een paar. Maar de meest indrukwekkende vind ik toch wel echt. Zijn jullie een koppel? Nee. Nope. Nee, wij zijn echt absoluut geen koppel. Heel veel mensen denken dat. Hoe komt dat eigenlijk? Ja, wij trekken gewoon superveel met elkaar op en zo. En we zijn vaak samen gezien. En we gaan vaak samen uit en dan zijn we samen aan het dansen en aan het zeveren en zo. En, maar ja. He's almost my gay best friend, but not gay. Zo kan ik het echt wel bijna. If you wanted to, this is best. Nee, we zijn geen koppel. Ook nooit idee gehad of intentie tot. Of we zijn like real friends. Maar dus. Nee, we zijn echt absoluut geen koppel, hè? Nee. Way too much fun. Way too much fun. Oké, de volgende vraag, Sitze, is over wat gaat het liedje? Het gaat over een meisje dat een vriendje verloren is. Of het is uit, of maakt op zich niet veel uit, maar die zoekt naar de leegte opvullen en die jongen is eigenlijk... Vind jij ook niet dat hij dat mega saai vertelt? Het is wel de camera, piep, 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 piep. De mannen die daar gebruik van maken eigenlijk proberen de meisjes die kwetsbaar zijn in die situatie gewoon in hun bed te krijgen en meisjes... Zeg jij ook zo? Ik ben zelf niet zo. Ik praat. Oh, Jesus, Shawnee. Slide in de DM. Oh, wilt je niet dat ze in de DM sliden? Al die fans en zo. Allee, ik weet het niet, hè, maar. Nee? Dus massa's, honderdduizenden die nu op. Maar oké, dus het liedje gaat over. Een relatiebreuk en... Ja, relatiebreuk en... Rebound dus. Ja, rebound. Alright. Rebound. Oké. Next question. Staat het al op YouTube? Ja, of course staat het op YouTube. Tuurlijk. Take my the tide op Sitze. Sitze gewoon. Sitze opzoeken en dan vind je... Gewoon Sitze, geen achternaam, niks. Gewoon Sitze en dan zou je het moeten vinden, normaal gezien. Klopt. Hoe is je carrière na The Voice? Zijn jij Sitze van The Voice? Ja, ik kan het eigenlijk... Dat is echt... Als ik met hem buiten kom, is het altijd... Zeg, ken ik je eigenlijk van ergens? En dan zijn wij al aan het lachen, natuurlijk. Want voor degenen die het dus niet weten, ik ben danseres op The Voice en vandaar dat wij elkaar eigenlijk kennen. Ja, klopt. Dat is ook een van de vragen geweest, denk ik, van hoe dat we elkaar leren kennen. Oké, then I'll wait. Oké. Hoe is je carrière na The Voice? Sweet eigenlijk. Leuk. Ik ben in de horeca gaan werken. Je bent echt crap. Het draait langs geen kanten. Je bent echt alsof jij... Ja, totaal vergeten ook. Great. Ik ben gewoon in de horeca gaan werken. Ja. Nee. Ik ben gewoon verder optredens beginnen doen. Mezelf ontwikkelen in de muziek. En
mijn eigen stijl gaan zoeken en dat is eigenlijk... Maar je zat ook in een bandje, in een bandje, toch? Ja, ik zat in een bandje tijdens The Voice en dan ben ik daarmee gestopt om mijn eigen project te gaan beginnen. En that worked out fine, because I'm here, so... Alright! Top! Van waar komt de inspiratie van het nummer? Heb je daar bijvoorbeeld iets persoonlijk meegemaakt? Zet je uit een relatie in, of? Ik schrijf eigenlijk altijd mijn nummers over een bepaalde situatie. Niet dat ik die zelf heb meegemaakt of zo, maar ergens wel iets waar mensen zich mee kunnen relaten. Of iets wat mijn vrienden of vriendinnen hebben meegemaakt. Of zelf ook wel, maar bij Teken Mij de Tijd is dat momenteel niet zo. Maar het heeft altijd wel ergens een donker kantje. Ja, dat maar vind ik ook wel. I'm kind of happy myself, so. Ik denk dat ik al mijn donkerheid in mijn muziek steek. So, dan kwam de vraag, hoe ben je in contact gekomen met Xiaomi? Via The Voice dus. Ik denk dat de situatie best wel grappig was, want we waren aan het lopen en ik had helemaal niet zoveel aan, hè. Ik was aan het omkleden en ik moest nog ergens naartoe lopen en ik liep tegen u of zo en ik zei oei sorry en toen zei je beginnen praten en toen zei ik die joke die zegt ja fuck off nee sorry. En dan zei ik, toen hoorde ik dat die ook van Leuven kwam, want Leuven represent. Leuven. En meneer heeft geen rijbewijs, want meneer is wordt 21 jaar. Ja. Toen kwam die jongen. Dus die vroeg zou ik met u mee naar Leuven rijden. Omdat hem eigenlijk ook stiekem op die afterparties wou blijven, natuurlijk. Maar... Zo is niet stiekem, ik wou absoluut op die afterparties blijven. En ik ook. Want... Lachen, gieren, brullen. Kun je dat niet wat hoger zetten? Want ik moet nee, maar je bent toch... Nee, want dan val ik uit het beeld. Oh, je zit zo random hier. Piep, piep. Oké. Wie heeft het gefilmd? Werd gefilmd door Nick Rozeels. Nick Chers, eigenlijk. Nick Chers, op Instagram. Dus die maar eens op. Super aangenaam, jongen. Super chille gast. Wist ook wel echt wat dat hem deed en zo. Kwam ook met super veel ideeën, dus dat was wel super nice. Komen er nog nummers aan zitten? Absoluut. Er komen echt nog 3 staan er klaar momenteel. Je ziet het wel komen. Goed. Hoe heb je muziek geleerd? Vind ik wel echt een interessante. Eigenlijk is dat... Begonnen, ik heb 12 jaar in Afrika gewoond en in Afrika heb ik mijn eerste leraar gehad, gitaar. In oorsprong kom ik van piano, want mijn moeder speelt piano. En die... Uit een muzikale familie dus? Ja, ik heb eigenlijk, daar heb ik de liefde gekregen, uit mijn familie en de muziek. En... Oh, cute. Nee, op een gegeven moment besefte ik dat als je gitaar speelt, op dat moment kon ik maar 5 mensen opnoemen die echt een carrière gemaakt hadden op vlak van gitaar enkel. Dus dan dacht ik, ik moet gaan zingen en dan heb ik dat geprobeerd en dat bleek dan natuurtalent dus. Heb je er veel uit geleerd uit The Voice? Dat is een vraag van mij, zo. Dat is niet een vraag die gesteld is geweest. Ja, ik heb superveel geleerd. Vooral camera, media, goede contacten, showbiz. Brengt het ook een onzekerheid mee in het leven? Ja, ik denk dat... Ik denk dat jij dat ook sowieso weet. Artistieke wereld is niet altijd de makkelijkste wereld. Hustling life. Je moet dat altijd blijven doen, want op een bepaald moment gaan mensen je gewoon beginnen inhalen. Dus die hustling life is echt voor hen. Sowieso. Maar het brengt zeker een onzekerheid door. Je hebt niet altijd gigs of je hebt niet altijd optredens. Het is ook gewoon zorgen dat je altijd vernieuwend blijft. Geen vraag, maar gewoon fun. Fijn. Thanks. Shout-out naar de persoon. Jij weet wie dat is. Ik weet wie dat is, dat staat hier. Heb je plankenvlees? Heb je plankenvlees? Vleesplankje. Vleesplankje? Plankenvrees. Jawel, plankenvrees? Ah ja, plankenvrees. Heb je plankenvrees? Bent je zenuwachtig om op het podium te gaan? Voor het podium wel, op het podium niet. Nee, maar als ik dan in mijn ervaring spreek... Dat inderdaad zo het moment voor je moet opgaan, dat je zo even zo niet meer voelt wat of hoe, of waar, dat je gewoon elke spier maar gewoon zo in dat jezelf. Wordt blank. Ja, dat wordt even blank. En dan wanneer dat de muziek begint te spelen en zo, dan ben je weer. Moment, dan word ik weer kalm of zo, word ik weer rustig. En dan heb ik nog een laatste vraag.
Wat is voor u het allerbelangrijkste voor wat er in een song staat? Nee, wat voor mij het belangrijkste is, is gevoel. Ik mijn. It's all about the feeling. Taking my time. I got this feeling. Inside my bones. Alright. Wilt je nog iets zeggen aan mijn liefste kijkertjes? Ja, volg mij. Hou mij in doog. Follow me on Instagram. Facebook. Oh ja, dat was kei gay. Yeah. He's my gay best friend, I told you. Mopje. Superleuke gast. Volg hem op Instagram, op YouTube. Kijk zijn song en be inspired. Yeah. Thanks aan iedereen die gekeken heeft daar. Oké, thanks allemaal om te kijken. Check zeker, als je dat nog niet hebt gedaan natuurlijk. Kijk dan zeker de videoclip van Sitze. Taken by the Tides. Doen. En laat weten in reacties op Instagram, op YouTube, whatever. Laat weten wat jullie ervan vonden. En dan, ik zie jullie een volgende keer. Bye Felicia. Hier niet zo dicht komen. Doe bye. Dan zeg ik Sitze. Doei.